We gaan van het ongezonde nachtleven naar het gezonde dagleven toe. Dat gaan we door middel van eten gaan we dat doen. En we merken dan ook dat we met daghoreca gaan we meer bereiken dan met nacht. Met name omdat we ook gewoon te weinig mensen binnen mogen hebben. Nou, met afhaal kunnen we dus natuurlijk meer mensen binnen hebben. Voor klanten van Bruin Café Cheers aan de Kerkstraat in Assen geen feest meer tot in de late uurtjes. Noodgedwongen door corona moet de uitbater op zoek naar een nieuwe toekomst, want dat zit er als nachtcafé niet meer in. Dat is ook omdat we te weinig mensen binnen kunnen hebben. Wij hebben een oppervlakte van 70 vierkante meter. Dus dat betekent dat we 7 mensen binnen kunnen hebben. Dan kunnen wij als horecagelegenheid, als nachtcafé, kunnen we daar niet op leven. En dat merken we eigenlijk al vrij snel. Dat hadden we met de opening hadden we dat eigenlijk al vrij snel door. En dus gooien ze het roer drastisch om. Het donkere nachthol waar drank de boventoon voerde, wordt de komende tijd omgebouwd tot dagrestaurant waar ze als de eetclub op de gezonde tour gaan. Wij verkopen zeg maar pokeballs zometeen, wokgerechten, we hebben verse broodjes, vers belegd, sapjes, verse sappen, dus moet je denken aan gewoon smoothies, vers fruit zeg maar, en salades. Gewoon alles een beetje in de trend van gezond eten. We merken natuurlijk dat mensen daar meer op gaan letten. Eigenlijk ook dat voeding veel belangrijker wordt, er wordt meer gesport. Mensen gaan toch wel uit eten, maar letten er vaak op wat ze gaan bestellen. Nou, wat wij willen eigenlijk gaan doen is toch meer de gezonde kant op. En dan proberen we vanuit daar toch iets leuks te creëren. Voordat de eetclub in oktober open kan, moet er nog heel wat gebeuren. Maar het vertrouwen is er. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe het allemaal straks gaat lopen, ook vooral met de opening. Maar ik zie het heel positief in.